Yo, wat up gasten, het is zondag, dus het is tijd voor een Banjo Movie. Jullie weten natuurlijk dat ik druk bezig ben met het maken van een film. En voor de mensen die mij volgen op Instagram, die weten ook dat ik druk bezig ben met het maken van een boek. Dit wordt mijn allereerste boek, 1001 Smoesjes. En de titel zegt al heel veel over waar het boek over gaat. Volgende week vertel ik daar meer over. En doordat ik zo druk bezig ben met het maken van een film en een boek, kon ik deze week niet echt een sketch maken, sorry. Dus daarom gaan wij vandaag gewoon praten over mijn leven. En mijn leven kan je gewoon volgen op Instagram. Daar plaats ik de allerbeste naaktfoto's van mij in mijn kleren, want dat zijn gewoon de beste penisfoto's. Want laat ik eerlijk zijn, ik ben zelf al een lul, dus dan is elke foto die ik maak ook een penisfoto, snap je? En dat maakt mij natuurlijk een hele grote lul. En nu we het toch over piemels hebben. Wat een intro voor een video. Direct piebels. Gewoon, ja, welkom bij Banjo Movies. Maar, zoals jullie weten, woon ik in Deventer en dat ligt in Overijssel. En wat blijkt nou? Overijssel heeft de kleinste penis van Nederland. Dus ik woon in Overijssel, ik ben blank en ik heb overgewicht. Ik ben nog net niet Aziatisch en anders was ik echt helemaal de lul. Voor mensen zoals mij is er maar één oplossing. Zoek een vriendin met hele kleine handjes, want dan lijkt alles wat... Ja, vult zelf maar in wat een klein handje doet. Misschien is dit al te veel seks om een video mee te beginnen. Ik zou nu nog in kunnen gaan op de deelknoppen die je ziet onder een porno video. Van YouPorn, Porno, Brazzers, wat dan ook. Waarom zou je dat delen? Zo van hier op Facebook. Oh, dit is zo'n geweldige video. Allemaal even kijken. En dan krijg je een reactie van je vader erop. Zo van, oh fuck, deze was echt geweldig. Heb je nog meer van deze site? En anders heb je natuurlijk banjomovies.com. Ik ga die niet uitleggen wat dat is. Laten we anders van de mannenporno naar de vrouwenporno gaan. Namelijk One Direction komt naar Nederland, de RTL Late Night. Oh my god! Even serieus, ik heb best wel respect gekregen voor One Direction. Helemaal door hun laatste plaat, die heet Steal My Girl. Steal My Girl, vrij vertaald, betekent dat boom! Stil niet mijn meisje. De boodschap die One Direction hier vertelt is zo van... Het maakt niet uit wat iedereen zegt. Jij bent mijn meisje. En ik blijf jou trouw. Vergeet alle andere boybands, alle andere popidolen, want ik hou van jou. En niemand steelt jou van mij weg. Die manager van One Direction zal zo blij zijn geweest met die titel voor dat nummer, Steal My Girl. Dan mag de manager van Justin Bieber nog een voorbeeld aannemen met liedjes als Boyfriend, Baby. Steal My Girl is dan 10 keer beter, heel eerlijk, ja. En de nummers van One Direction beginnen tenminste niet met... Jason Derulo. Of dat je na 20 seconden in het nummer in één keer hoort. Oh, Mr. Worldwide, alright. Un, dos, tres, cuatro. La la la, mucho grande. Of wat voor Spaanse tekst dan ook. Daar ben ik wel helemaal klaar mee met die pitbull. En nu One Direction naar Nederland komt, kan je dus meedoen aan een actie om kaartjes te winnen naar RTL Late Night om bij One Direction te zijn. En nu heb ik de afgelopen week heel erg veel nagedacht van, zou ik misschien zelf fanart opsturen naar RTL Late Night zodat ik een vrijkaartje win? Dat ik mijn 250.000 abonnees jullie dus in ga zetten zodat ik naar One Direction kan waar ik niet eens heel veel zin in heb. De enige reden dat ik dat zou doen is dus om een 13-jarig meisje te naaien zodat zij niet in One Direction kan. Weet je, het klinkt stom, maar ben ik in staat om dat te doen? Zou ik dat doen? Ja! Dat zou ik doen! Hier is mijn fanwork! Humberto Tan, nodig mij uit voor One Direction. Ik heb er geen zin in, ik hoef er niet naartoe. Maar ik vind het alleen maar leuk dat dan iemand anders er niet heen kan. Mag ik benadrukken dat deze blonde jongen een glimmende sticker is? Dit kostte me echt 40 cent en 5 minuten om te maken. Dus ik heb nu het recht om naar One Direction te gaan. Nee, oké, even serieus. Dat was One Direction. Leuk. Terug naar het boek en de film. Want ik heb een week van mijn leven doorgebracht op een woonboot in Amsterdam. Zodat ik mijn boek en mijn film kon afronden. Zowel mijn boek als mijn film komen volgende maand uit. En terwijl ik 2 weken op een woonboot in Amsterdam zat, kwam er een orkaan. Orkaan Henry, Willem, Jopie, Jan of hoe die ook heet. Het was een orkaan. En door die orkaan veranderde mijn woonboot in een soort babywiegje die alleen maar ging schudden. En jullie weten natuurlijk dat ik op een flat woon. En in deze flat hebben wij een lift. En die lift deed mij zo denken aan de woonboot. Als je met die lift naar beneden gaat, dan merk je niet veel. Maar als je met de lift omhoog gaat, dan gaat hij in één keer schudden. En dan wordt het een levensgevaarlijk object. Ik zweer het je, die lift gaat nog harder tekeer dan de vibrator van Patricia Pai. En als je Patricia Pai kent, die zet die vibrator op extreem. Totdat alles gewoon kapot scheurt. Het komt erop neer dat ik dus in mijn lift een stukje gewichtsloosheid kan voelen. En dat is niet op een leuke manier. En misschien denk je nu wel bij jezelf, ja maar Bardo, waar woon je dan? In Amsterdam of in Deventer of waar dan ook? Nou, ik woon eigenlijk door heel Nederland nu. En dat klinkt echt heel erg als een dakloze. Wauw. Ik lig elke avond achter Amsterdam Centraal. Dan kan je daar gewoon een eurotje neerleggen in een beker en dan kan ik de volgende ochtend ontbijten.
Dan lig ik daar met twee vuilniszakken en een heroïne naald in mijn arm. Dat kan helemaal niet. Oh. Mensen, dit is een grapje over zwerven, heroïne en zo. En het, god, snap de humor, oké? Okay? Humor, comedy. Jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef vooral een blauw duimpje, want dan weet ik dat jullie dit soort simpelere video's ook waarderen. Dan maak ik dit ook vaker. En vergeet ook vooral niet hier beneden op het knopje abonneren te klikken, want dan krijg je vaker een video van mij. En anders kan je ook nog de link hierboven pakken en doorsturen via Twitter, Facebook, Instagram of wat dan ook naar al jouw vrienden. Dankjewel. Nou jongens, ik ga er vandoor. Ik ga lekker verder met mijn One Direction kunstwerkje. Wauw! Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik links of rechts van mij door voor de volgende video. En volgende week ben ik er weer. Stuur deze video door. Dankjewel. Laat het je!